Jongens, dat is lelijk. Ik vind dat dus, echt lelijk. Hè. Ik zal dat niet aan doen. Hè. Dat roos en dat groen, dat trekt dus ook niet. Jongens toch. Als je daar lang naar kijkt, dan word je blind. Dat is niet te doen. Voilà, dat moet veel beter zijn. Voilà, dat is veel beter. Veel beter. Die muur krijgt tenminste. Voilà. Nou, veel beter. Oh, excuseer meneer Roet. Loopt u altijd de mensen nog ver of is dat uw manier om goeie dag te zeggen? Ik heb niet zoveel te zeggen ervan. Ik had dat al lang gezien, maar dat kan geen kwaad, want ik spreek voor twee. Allee. Toenig, wat is dat hier? Ik heb een paar van mijn werken meegebracht. Ik zou graag hebben... Dat de grote Janoet dat die een keer keurt voor u. Jawel, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel, één, je bent een echte kunstenares. Hè? Of twee, je bent een kwakzalver van de tv die mij wil testen op kleutertekeningen. Nee, ik ben echt... Ja, maar ja, dat interesseert me niet. Dat is allemaal belangrijk, niet belangrijk. TV of geen tv, ik ben een tv-programma op mijn eigen. Allee, kijk naar de muur, wat zie je? Allee, hoeveel schilderijen hangen er aan de muur? 1, 2, 3... 12. Dat zijn de 12 werken van Janoet. Allee, volg mij maar aan mijn atelier. En pas op, niet beschaamd zijn om je werk te tonen. Ik heb al van alles meegemaakt, ik heb al van alles gezien. Jongens, over dat nog niet. Allee, kom maar mee. Allee. Wat is dat hier nu? Moet je nog aan beginnen of is dat al af? Dat is mijn eerste werk. Zijn u zelf. Wat is uw mening? Allee. Waardeloos. Ja, maar ik weet dat uw mening waardeloos is, maar allez, toe, zeg het maar. Geef ze maar. Ik vind dat wel schoon. Schoon? Schoon. Een keuken, hè? Een keuken die gedweild is, hè? Die is schoon. Maar kunstwerk zeiden nooit dat het schoon is. Maar de kunstwerk zeiden, goed, het is interessant, zeiden bijvoorbeeld. Als een kunstkender niet weet wat hij over iets moet zeggen, dan is het interessant. Zeg dat een keer. Het is interessant. Voilà, dat is goed. Hè? Je leert bij. We zijn hier om te leren, hè? Maar dat hier, dat is niet interessant. Dat is naïef. Je kunt dat misschien wel kwijtraken aan dingen, een liefdadigheidsinstelling of aan de mannen van licht en liefde, van de blinden en zo. Dat kun je dan kwijtraken. Maar voor de rest... Allee, heb je nog? Ah ja, je hebt nog verf over en je dacht van ja, ik giet dat niet weg, hoor. Dat kost geld. Hè. Ja. Dat is mijn lievelingswerk. Het is getiteld Alles is relatief. Alles is relatief. Ja, ik vind dat een goede titel. Ja, ik vind dat een goede titel. Dat is zo... Ja, jij denkt dat je talent hebt, hè? En ik weet dat dat niet het geval is. Dat is relatief. Maar ik vind het al beter. Ik vind het al beter, maar kijk. Je kunt daar iets mee doen. Goed kijken. Kijk, hè. Goed kijken, hè. Voilà. Dat is nog altijd uw kunstwerk, hè. Dat is nog altijd van u, hè. Het zijn nog altijd uw kleuren, hè. Kijk goed, hè. Voilà. Hier. Voilà. Zie je dat? Pak je dat dus gewoon in. Dan krijg je dus een totaal andere dimensie. Voilà. Zie je dat? Dat heeft meer diepte. Is dat er nog? Ik heb nog een paar ideeën uitgewerkt met olieverf op doek. Op doek? Op doek, want meisje toch, wie schittert er tegenwoordig nu op doek alleen? Doeken, hè, dat dient om je stof af te doen of om je neus in te snijden. Maar jongens, dat is lelijk. En dat hier, wat is dat hier? Dat is interessant. Godverdomme, dat is zelfs goed. Wat is dat? Dat zijn mijn boterhammen. Heb je zelf gemaakt? Zelf gesmeerd met choco. Met boterhammen. Dat boterhammen, honger. Hey. Choco. In choco, zwart. Afrika. Afrika, honger. Nog meer honger. En mensen proberen zwarte te onderdrukken. Die met een... Ja, wat vindt zeer goede vrouw daarvoor? Ja, dat komt van bij de bakker. Maar ja, ik ben bereid. 100.000 frank, 200.000 frank, zeg het maar. Hè. Allee. Oh. 250.000 frank. Voilà, alsjeblieft. Dank u. Dat vind ik nu echte kunst. Dat vind ik echte kunst. Die zilveren schijn en dan die glitterende flikkering van de... Van de showbiz en dat in combinatie met die kleuren. De eenvoudige, sobere kleuren van natuurelementen, van natuurproducten. Maar werkelijk, vind dat... En pas op, die boterhammen zijn echt, hè. Die zijn echt, hè. Maar die zijn nog lekker ook, hè. Fantastisch.